Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki ontvangt geloofsbrieven ambassadeurs Filipijnen en Roemenië. Afschaffing visumplicht voor 5 landen binnenkort een feit. Regering werkt aan beleid tegen gevolgen oorlog Oost-Europa. Economische controledienst verricht intensieve controlewerkzaamheden. Districtscommissarissen nemen certificaat capaciteitstraining in ontvangst en ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen organiseert verhalenwedstrijd in verband met Wereldwaterdag. De ambassadeurs Mario Fontela Chan van de Filipijnen en Monica Michaela Stirbu van Roemenië hebben op dinsdag 22 maart 2022 hun geloofsbrieven overhandigd aan president Chandrika Prasad Santokki. De diplomaten hebben bij deze gelegenheid op het presidentieel paleis in een kort onderhoud met het staatshoofd de relatie tussen Suriname en hun land besproken. Kijkt u mee. We will be working on the details on how we could expedite, make things concrete in the conduct of our business together with Suriname and the Philippines on all aspects that would benefit the two peoples of Suriname and the Philippines. What is your first impression of Suriname? My God, Suriname has all the potentials to be a great country. Yeah, it's when I came down from the airport, although it's nighttime, but I said, though I cannot see it very well, but I see that this country would soon be one of the most renowned country. It's going to be growing and. Of course, with the help of, we will give our own assistance and collaboration with them on a mutual interest. So we see that Suriname will be a very good partner in the future with us in all aspects that we could in contributing to the progress of Suriname. Ambassador, today you have handed over your credentials to the head of state of Suriname. What will be the procedure after today? I want to go to the university here because I have a project for a friendship with the university from my town. And after I have another visit to the Minister of Work because it's very interesting the problems with the work, and after I want to visit your state and your town. Yes, that's great. Yes. What is your first impression of Suriname? The people are very kind. Very kind people? Yes, very kind. It's very important. In what areas will the countries work together, Suriname and Romania? In many projects. One of them is education, because we can make the specialist to the petroleum and gas industry. Oil and gas. Yes. I want to come to with the economic mission here because we can help us together. I like your president. It's a very smart, intelligent, and very good person. I can give the vote because I am from Romania, but it's important. Visumvrij reizen vanuit de VS, Nederland, België, Frankrijk en Canada naar Suriname zal op korte termijn een feit zijn. Zo kondigde minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking aan tijdens een op dinsdag 22 maart belegde persconferentie.
Hierover zal in de komende periode optimaal gecommuniceerd worden met luchtvaartmaatschappijen, reisagenten en andere actoren. We hebben op 9 maart een bezoek gebracht aan België, met name om de MOU te ondertekenen met de Belgische regering voor wat betreft het personenverkeer, consulaire aangelegenheden en het migratiebeleid. Dat proces gaat voortgaan in de komende weken en maanden. En we hebben ook gesproken met België over de ondersteuning bij Surinamers aanvraag dat nog officieel moet plaatsvinden, maar waarvan we al vaker over gesproken hebben bij de afschaffing van de Schengenvisa voor Surinaamse paspoorthouders of paspoorthouders van Surinamers, van personen met een Surinaamse nationaliteit. We hebben inmiddels steun van Nederland en Frankrijk. Wij hopen dat België ook als een van de andere 27 landen van de Europese Unie steun zal verlenen. En langzaam zijn we bezig om die critical mass, die ondersteuning, die capaciteit te bouwen, dat we vrij snel door het proces van visumvrijstelling komen. Wij gaan zeker nu de wet reisdocumenten is goedgekeurd door de Raad van Ministers. Dat zal binnenkort richting het parlement en ook eerst naar de staatsraad en dan naar het parlement gaan voor verdere beoordeling. Wij hopen dat op grond daarvan we dan officieel, formeel aanvraag kunnen doen voor visumvrijstelling. Dat zal enorm veel goed nieuws zijn voor de Surinaamse gemeenschap hier. En zal heel wat bureaucratie wegnemen in termen van aanvragen en al die andere kosten die je moet maken om zo'n visum aan te vragen. President Chandrika Prasad Santokhi heeft op maandag 21 maart 2022 een onderhoud gehad met vertegenwoordigers van verschillende ministeries, de Nationale Assemblée, het bedrijfsleven, bankiers en veiligheidsinstituten. Partijen hebben zich gebogen over de effecten van de oorlog in Oost-Europa op Suriname. Het doel van dit overleg is om een werkgroep in te stellen die de regering tegen de achtergrond van de effecten moet adviseren op beleids- en strategisch niveau. De coördinatie zal geschieden vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Het streven is om de economie en bankiers voor te bereiden op mogelijke gevolgen van het conflict tussen Rusland en Oekraïne. De garantie voor voedselveiligheid is ook een van de belangrijke punten die aan de orde is gekomen tijdens de ontmoeting. De situatie in Europa heeft reeds een groot effect op de meelprijs in de wereld, aangezien Oekraïne een belangrijke producent is van tarwe. President Santokhi en de genoemde partijen hebben ook hun gedachten laten gaan over de gevolgen voor de medicijnvoorziening. Er zullen regionaal, als ook met partners als India en China, goede afspraken gemaakt worden ten aanzien van de aanvoer van medicijnen. De Economische Controledienst van het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft recentelijk intensieve controles verricht in verschillende resorten van Paramaribo, Wanica, Para en Kommewijnen. De ambtenaren deden meerdere winkels aan, waarbij diverse overtredingen werden geconstateerd. Van verschillende producten, zoals thee en babyvoeding, moesten de prijzen meteen worden teruggedraaid. Deze prijzen bleken namelijk buiten de toegestane winstmarge te liggen. Andere overtredingen waren niet geëikte weegschalen, het ontbreken van prijsaanduidingen en onhygiënische toestanden. In een geval werd besloten een winkel tot vrijdag 25 maart te sluiten. Reshma Kuldeep Singh, minister ad interim van Economische Zaken, zegt dat er harder zal worden opgetreden tegen winkeliers die zich niet houden aan de wettelijke regelingen en vergunningsvoorwaarden. Hierbij zal het principe van name shame worden toegepast.
woensdag 23 maart heeft de certificaatuitreiking plaatsgevonden aan een deel van de districtscommissarissen die hebben deelgenomen aan de capaciteitstraining Management en Leiderschap. De districtsbestuurders zullen een reeks van trainingen volgen, zodat zij hun taken beter kunnen uitvoeren. Ook districtscommissaris Ricardo Bolla kreeg een certificaat uitgereikt. Zoals aangegeven hebben we dus de capaciteitstraining en leiderschapstraining achter de rug. En deze training is voor een aantal weken terug begonnen. En daarvoor hebben we een aantal weken zijn we in training bij elkaar geweest, het hele DC-collectief. Deze training is een initiatief van het ministerie van ROS. En daarvoor zijn we erg erkentelijk. Het was dringend noodzakelijk dat wij als districtscommissaris op een gegeven moment gaandeweg het traject ook met z'n allen zijn getraind, collectief. Na onze benoeming hebben we wel voldoende materiaal ook gehad vanuit het ministerie om onszelf in te lezen individueel. En gaandeweg het traject, u weet, we zitten nu een jaar en bijkans 7 maanden, hebben we natuurlijk veel geleerd vanuit de praktijk zelf en natuurlijk van onze districtssecretarissen enzovoort enzovoort. We zijn natuurlijk nog niet uitgeleerd. Ik heb begrepen van Odi Wachter dat er nog meer terugkomstdagen zullen zijn, waarbij datgene wat we dus leren, dat ook getoetst wordt. Hè? Dat je ook zelf een missie gaat ontwikkelen, een visie gaat ontwikkelen, dat we tussentijdse evaluatie hebben om te kijken of datgene wat we geleerd hebben, dat we ook toepassen. We worden eigenlijk een beetje gemonitord. We worden eigenlijk van afstand ook in de gaten gehouden. Gaat het allemaal richtig? Want ik mag u verklappen dat het ministerie van ROS ook een duidelijke missie heeft en een visie hoe zij denken het ministerie te gaan organiseren. Maar tegelijkertijd, wij vallen onder het ministerie van ROS, willen zij ook de DC meenemen in diezelfde missie en diezelfde visie. Dit gedeelte richtte zich meer op persoonlijk leiderschap en management en leiderschap in zijn algemeenheid van de districtscommissarissen. En verschillende districtscommissarissen hebben een mission statement opgesteld, hun persoonlijke mission statement. En dat wordt gebruikt als basis om hun commissariaat eigenlijk te sturen en om hun district of hun bestuursresort tot ontwikkeling te brengen. Verschillende districtscommissarissen hebben meegedaan. Maar natuurlijk, we weten dat in Sipaluini een situatie is van overstroming. Dus, maar ondanks die overstroming heb ik de verschillende districtscommissarissen van Sipaluini gezien. In bepaalde gebieden heb je overstroming, dus bepaalde districts konden niet echt participeren. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft in het kader van de Wereldwaterdag een verhalenwedstrijd gelanceerd. Deze activiteit vindt plaats in samenwerking met de United Nations Development Program, UNDP. De verhalenwedstrijd waarvan de launch plaatsvond op de openbare school Leiding 8A is onderdeel van een bewustwordingscampagne over de waarde van grondwater. Vandaag is inderdaad Wereldwaterdag en we zijn hier op OS Leiding 8A, omdat we zijn bezig met een bewustwordingscampagne. Ja? Wanneer je praat over bewustwording, dan is het goed dat je bij de jeugd begint, onze jonge mensen, zodat ze daarmee opgroeien en dat verder kunnen overbrengen aan hun kinderen. We willen hun bewust maken over wat water betekent voor ons. Ja? Deze dag is uitgeroepen door de Verenigde Naties om het bewustzijn te creëren onder mensen. Hoe om te gaan met drinkwater. Het is een belangrijk goed voor ons allen. Het is ook een gedeelde verantwoordelijkheid hoe om te gaan met ons drinkwater. En hoe worden de leerlingen hier bewust gemaakt van water? We gaan ze. Dit is een kick-off van een verhalencompetitie over het thema van het jaar, grondwater. We hebben een aantal scholen die gaan meedoen met deze competitie. We doen het in samenwerking met de UNDP. Ja, het gaat om geloofsscholen en VOJ-scholen. Maar vandaag doen we de kick-off bij deze school. En
En wat is de opdracht precies die deze leerlingen krijgen? Ze gaan, de opdracht die ze krijgen is om in feite in beeld te brengen wat ze verstaan onder grondwater. En hoe we ermee moeten omgaan om het schoon te hebben. Of schoon, schoon te hebben en dat het ook schoon blijft. Hoe gaan we ermee om? Het is over water. Water is gezond voor ons en dingen enzovoort. Ja, water is gezond voor ons. Ik breng elke dag water om te drinken voor school. En ik drink elke dag 2 liter. En als er pieperding is, dan 3 of 4 liter. Want ik kan niet tegen pieper. Oké, er is een verhalencompetitie nu. Gaan jullie meedoen? Jawel. Oké, en jij? Ja, ik ook. Heb je al in gedachten wat je gaat doen? Hoe ga je je verhaal vertellen? Heb je al erover nagedacht? Ja, want toen die mevrouw ging praten, moest je zeggen, je moest meer naar kijken. Dan ga je begrijpen waarover je, en dan ga ik dat doen. Je moet meer naar dingen. Welke tv was het weer? Kof tv. Dan ga ik kijken, dan ga ik die verhaal schrijven. Okay. Ja, ik ga het zelf doen. En dan gaan jullie meedoen met die verhalenwedstrijd. En wat willen jullie aan alle andere kinderen zeggen in verband met water? Dus dat welke kinderen niet veel water drinken en zo kunnen ze veel water drinken. Is voor de maag en dingen enzovoorts goed. Enzovoort. Iedereen moet water drinken, minder zacht, minder zoet, meeste water. En ben je ook zuinig met water? Ja. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.